Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Regenfiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look. U kijkt naar Excelsior 31 TV met vandaag de wedstrijd Excelsior 31 NSC Nijkerk. Het eerste elftal is bezig aan een goede reeks in de derde periode en doet na puntenverlies van de concurrenten weer volop mee aan kop in de hoofdklasse B. Vanmiddag treft het in NSC Nijkerk een taaie tegenstander. Nee, zij spelen maandag ook. Traditioneel hebben ze het hier lastig. Dus ik denk dat ze in gaan zakken, klein maken. Ruimtes voor ons onbespeelbaar proberen te maken. En vanuit de counter te spelen. Dus dat verwacht ik. Isa speelt vandaag ook, want hij was vorige week geschorst. Wie zit er op de bank in zijn plek? Ja, dat is eigenlijk de enige wissel ten opzichte van vorige week. Dat kost Melvin zijn plek op het middenveld en die wisselt in voor Isa. Laten we gaan kijken naar de samenvatting van dit duel. Die wordt aangeboden door Jan Lichtenberg, Financieel Advies en Thuis in Reizen. Go!
Deze samenvatting werd u aangeboden door Thuis in Reizen en Jan Lichtenberg Financieel Advies. Ja, ik denk dat we hier een meester waren in de wedstrijd. De eerste, tot de rode kaart zeg maar, hadden we de wedstrijd in handen. Stond goed. We waren aan de bal, we creëren ons een paar goede kansen. We komen door een aantal keren. We kunnen het allemaal nog aanlopen en belopen. Maar volgens mij, wat iedereen gezien heeft, waren we de baas op het veld. En ik denk gezien de eerste helft is er niks aan de hand tot het moment dat ze op goal schieten uit de rebound. En dat hij in dit geval met de hand geblokt wordt. En dan krijg je in dit geval kom je met 10 man te staan en met 1-0 achter. Dus dan ga je met een vervelend moment de rust in. Maar neemt niet weg dat we in dit geval toch een redelijk gevoel hadden. Ik denk op de tweede helft wel veel kansen op zich weten te creëren. Alleen uiteindelijk valt die op de cruciale momenten vallen ze erin en bij ons gaan ze net mis. En dan uiteindelijk ga je er met 5-1 af. Dat zegt niet zo heel veel over het spel, denk ik.
Maar als je die 3-1 om de oren krijgt, dan ja, weet je, toen zag je ook in het kopje achteruit gaan lopen. De linies waren, of de ruimte tussen de linies waren gewoon te groot. Ja, en je kunt voorin geen bal vasthouden. Je krijgt hem voorin en je krijgt hem net zo hard weer terug. Ja, dat is voor het middenveld niet te belopen. Dus nee, na de 3-1 was het einde, ja. Excelsior 31 verliest vandaag met 1-5 van NSC Nijkerk. En daarmee komt er een einde aan de goede reeks die neer werd gezet. Aanstaande vrijdag zijn we er weer met een nieuw weekjournaal. En daarin blikken we vooruit op het duel van volgende week zaterdag. Dan speelt Excelsior 31 uit tegen Genemuiden. Voor nu hele fijne paasdagen gewenst. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Regge Fiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look.